Ja, voorzitter, dank. De directe aanleiding van dit debat was natuurlijk de kwestie rond een Afghaanse tolk die eerst in Noorwegen en Duitsland asiel had aangevraagd en later in ons land. Doordat eerst elders was aangeklopt voor asiel, werd zijn aanvraag in Nederland in eerste instantie niet door de IND in behandeling genomen. Deze beslissing is later door de staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie echter herzien. Voorzitter, de PVV wil in het kader van het vreemdelingenbeleid liever niet inhoudelijk over individuele zaken spreken en doet dat dus ook niet in het geval van genoemde Afghaanse tolk. Op individueel niveau kennen we de dossiers immers niet en zijn we afhankelijk van informatie die bijvoorbeeld via advocaten, media en vluchtelingenorganisaties naar buiten wordt gebracht. En deze informatie is in het verleden vaak, op zijn zachtst gezegd, nogal onbetrouwbaar gebleken. Het voeren van een feitelijk en evenwichtig debat over individuele zaken is kortom moeilijk. Los van de individuele feiten en omstandigheden, die ik dus niet ga bespreken, heb ik wel vragen van algemene of procedurele aard. En mijn eerste algemene vraag is of het kabinet wel of niet vertrouwen heeft in het asielsysteem van Noorwegen. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wilde de tolk na een telefoontje met Noorwegen immers niet meer naar het land terugsturen. Maar op grond van het Dublin-akkoord zou dat toch de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Mevrouw Geesthuizen. Ja, voorzitter, sorry, maar ik hoor toch echt de heer Fritsma nou gewoon in één en dezelfde zin zeggen dat hij geen details over een zaak gaat noemen. En vervolgens wel alle details van een individuele zaak noemen. Wat wil de heer Fritsma nou? Nee, voorzitter, wat ik heb genoemd komt rechtstreeks uit de stukken van het kabinet. En dat staat los van de individuele feiten en omstandigheden die in het dossier spelen. Daar ga ik niet op in. Maar goed, als de staatssecretaris zelf heeft gezegd dat betrokkenen eerst asiel heeft gevraagd in Noorwegen en Duitsland, ja, dan kan ik dat natuurlijk wel herhalen. Dat is informatie die door het kabinet is gedeeld en is geverifieerd, voorzitter. Dus dat lijkt me duidelijk dat dat besproken kan worden. Dat is niet tegengesproken in ieder geval. Voorzitter, bij Griekenland heeft het kabinet ook steeds uitgelegd waarom daar geen Dublin-claimant naar terug wordt gestuurd. Dus ik hoor graag de uitleg ten aanzien van Noorwegen. Voorzitter, ik wil ook graag vragen waarom de staatssecretaris kennelijk alleen met Noorwegen heeft gebeld. De Afghaanse tolk heeft immers ook in Duitsland asiel aangevraagd, voor hij naar Nederland ging. Dus ook Duitsland, dat is een vraag van procedurele aard, voorzitter, is eerder verantwoordelijk voor de afhandeling van de asielaanvraag dan Nederland. Graag een reactie hierop, want één telefoontje met Oslo kan duidelijk niet verklaren waarom het hele Dublin-akkoord overboord is gegooid. Meneer Fritsma, ik ga toch eventjes proberen om te kijken hoe we dit algemeen kunnen zeggen. U noemt geen naam, maar u stelt echt hele concrete vragen over één betreffende casus. Ik vind dat lastig. Maar ja, voorzitter, ik vind het lastig en ik ben het eens met wat mevrouw Geesthuizen zei. Het is ook moeilijk te knippen. Ik probeer daar ook zorgvuldig naar te kijken. Ik probeer iedereen recht te doen in het debat, maar ik vind dit wel. Voorzitter, ik kom niet aan het individuele asielverhaal. Ik raak alleen de procedure. Want iedereen weet dat het Dublin-akkoord afspraken kent hoe je met gevallen om moet gaan in het algemeen. Okay. Mensen die je wel of niet naar een bepaald land terug kunt sturen waar eerder een aanvraag is gedaan. Dus die procedurele kant wil ik belichten. Van een individuele casus. Dat is mijn probleem. Ik snap wat u doet en ik waardeer uw poging om het te veralgemeniseren, maar ja, het gaat over de procedure in een individuele casus. Ik kom niet, het lijkt mij niet heel erg kies om dat hier in een debat te doen. Voorzitter. Ik zie dat u het probeert, maar u snapt wel wat mijn punt dan is. Dan wil ik graag een algemene uitleg waarom iemand via twee verschillende punt van orde landen. Ik ben even met mijn punt van orde bezig, dan krijgt u. Voorzitter, dan trek ik het gewoon helemaal in het algemeen. Asielzoekers komen via twee verschillende Europese landen naar Nederland. Ja. Waarom wordt dan met slechts één land gebeld om een eventuele terugzending te bespreken en niet met twee? Dan algemeen kan ik het niet verwoorden. Ja. Meneer Sjoerdsma. Voorzitter, mijn punt zou zijn geweest. Punt van orde is voor mij. Mijn punt van orde is inderdaad voor u, mevrouw de voorzitter. Dat ik het wel raar zou vinden als we de heer Fritsma niet in staat zouden stellen om aan de hand van casuïstiek zijn punten over het Dublin-systeem niet te laten maken. Ik ben het inhoudelijk met hem oneens over deze zaak, maar
Ik zou hem graag die gelegenheid willen gunnen. Maar ik denk dat de heer Fritsma zojuist tegemoet komt aan mijn bezwaar dat het heel erg over één casus lijkt te gaan. En als we het veralgemeniseren, wat hij zojuist deed, dan doen we beide. En ik denk dat we daarmee recht doen aan het debat hier. Nou, met deze vraag heb ik het denk ik veralgemeniseerd, voorzitter. Als een asielzoeker via twee verschillende Europese landen naar Nederland komt, is de staatssecretaris het ermee eens dat als terugzending naar het eerste land niet kan, dat dan ook gekeken moet worden naar het tweede land. En in zijn algemeenheid lijkt me die vraag wel te beantwoorden, voorzitter. De drive van de staatssecretaris om de asielaanvraag toch hier te behandelen, als mede het telefoontje met Oslo, kwam pas nadat er hier in de Kamer heisa over de zaak was gemaakt. Dat heeft iedereen ook kunnen zien en kunnen vaststellen. Daarom vraag ik de staatssecretaris nogmaals los van individuele feiten en omstandigheden of met één of meerdere fracties, bijvoorbeeld die van de Partij van de Arbeid, overleg is geweest over deze zaak. En zo ja, wat voor afspraken zijn er gemaakt? Transparantie hierover is natuurlijk wel gewenst, want het vreemdelingenbeleid is niet gebaat bij achterkamertjespolitiek. Dus los van de feiten en omstandigheden kan hier wel enig licht over worden beschenen, voorzitter. Ik rond bijna af rond het algemeen beleid ten aanzien van tolken vindt de PVV het natuurlijk terecht dat Defensie een rol heeft in hun bescherming. Maar het gaat daarbij natuurlijk om de veiligheid in de landen waar ze werken. Nederland moet nooit verantwoordelijk zijn voor het geven van verblijfsrecht aan tolken en hun gezinsleden. Opvang van asielzoekers moet niet in Nederland, maar altijd in de eigen regio plaatsvinden. En dat principe is en blijft belangrijk voor de PVV. En ik vraag het kabinet om die lijn te volgen. En daarbij kan ik het ook laten, voorzitter. Dank u wel.